Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Espeon en Umbreon. Omdat het over Sun and Moon gaat en ik wil gewoon echt Espeon en Umbreon GX hebben. En natuurlijk ook René Kaarts. Ik bedoel, ik hoop jullie nog steeds te zien 1 maart in de opening in de winkel in Naaldwijk. In ieder geval, unboxing video! Oh ja, handen. Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een unboxing video. Ik weet dat jullie het heel erg gaaf vinden om die unboxing video's te zien. En ik heb jullie request binnengekregen en jullie wouden dolgraag Pokémon Sun and Moon. Ik heb hier een Elite Trainer Box en ja, jullie hadden dat al natuurlijk gezien in de titel. Maar ik heb dus nu een Elite Trainer Box. Ik ben gegaan voor de Sun variant. Dit is heel erg grappig, want ik heb namelijk Pokémon Moon. En op het moment was ik op een event en... Volgens Erik keek Espeon naar, Umbreon die keek naar Espeon en Espeon die keek hier naartoe. Tenminste, zo had hij het mij uitgelegd. In ieder geval, we hebben gewoon gekozen om deze te gaan halen. Dus hopelijk zit hier iets goed in. En we hebben nog een bonus editie in deze video. Want er komt namelijk nog een kleine extra unboxing video nog een keer bij. Dus, nou ja, niet een unboxing video. Het komt allemaal in dezelfde video. Maar dan weten jullie dus dat we dus 2 producten hebben. Dus laten we deze meesters even openmaken. Oké, ik denk dat we alles zo'n beetje unboxed hebben. Dus we hebben hier de booster packs. En dan ga ik jullie heel eventjes vertellen natuurlijk wat er allemaal in zit. Sowieso krijg je weer, net zoals bij de andere Elite Trainer Boxes, krijg je een mooie doos om dus je Pokémon kaarten in te stoppen. En natuurlijk ook weer hele mooie dividers om dus een categorie van, de, ja, van die dozen te kunnen maken. Dus zeker heel erg mooi. Ik vind het wel mooi met zo'n gigantische zon erop. Het lijkt een beetje, ik weet niet, ik vind hem een beetje op NT lijken. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind deze echt een beetje op, misschien een evolutie van NT of zo. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, laten we weten wat jullie erover vinden. Maar ik moet zeggen, de sleeves zijn zeker heel erg mooi. Dus daar ben ik zeker heel erg blij om. Nou, je krijgt natuurlijk weer de sleeves, de damage counters, de dobbelstenen. Hier hebben we trouwens die dobbelsteen waar ik het over had, die een beetje dan doorzichtig is. Dat vind ik echt wel een mooie tint. Dus in ieder geval de damage counters, hartstikke mooi. En de reden waarom dat ik deze ook open heb gemaakt is omdat deze die komt dus met een GX plaat, munt, nou ja. Dat komt namelijk in Pokémon Sun and Moon hebben ze een nieuwe regel toegevoegd. Je hebt namelijk een GX-aanval en een GX-aanval mag je maar 1 keer per spel gebruiken. En op het moment dat je een GX-aanval hebt gebruikt, dan moet je deze munt omdraaien. En dan weet je dus dat je de rest van het spel geen GX-aanval meer kan gebruiken. Dus zeker heel erg mooi. Natuurlijk ook de Burn en de Poison counter die zit erop, dus die zijn ook heel erg mooi. Natuurlijk krijg je ook weer het setje van energiekaarten. Ik zal het heel even openmaken, ik heb zoveel energiekaarten ondertussen. Oké. Even openmaken voor jullie. En dat knisperende geluidje. Ik ben er wel voor gekomen om mijn andere microfoon. Ik vond die audio van mijn studio microfoon een beetje te zacht. En toen Nathalie hier was, moet ik eerlijk zeggen dat ik het audiocommentaar veel beter vond. Ik moet zeggen, dit is mooie energie trouwens. Hè? Zo, moet je kijken, mooie energie. Oké, het ligt een beetje door elkaar heen. Maar ik denk dat het weer 5 van iedere energie is. Maar ik moet zeggen dat de kwaliteit van het geluid beter klinkt. Als dat het geluid klinkt via de studiomicrofoon. Ik vind hem zelf daar een beetje te zacht klinken. Goed, in ieder geval, hier hebben we dus Sun and Moon. En ik ga jullie dus gelijk eventjes laten zien waar dat ik echt 100% naar op zoek ben. Dit zijn de GX-kaarten, zoals jullie dus al weten of niet weten. Dit zijn GX-kaarten. Ik hoop dat we er zeker eentje tegen kunnen komen om tegen te gaan. Dit is eentje die ik zoek. Deze, die zoek ik. En deze, die zoek ik. Ik weet dat jullie allemaal heel erg hyped zijn voor alle GX-kaarten. Maar voor mij persoonlijk is het Espeon en Umbreon. Dus er zijn natuurlijk ook nog heel erg veel andere kaarten. En ik weet dat de Ultra Ball die erin zit, die is super zeldzaam. Maar het is zeker een mooi boekje. En natuurlijk, voordat ik vergeet, jullie weten, ik weet dat jullie skippen van... Ah, schiet nou eens op, unboxing! Wij willen kaarten zien! Want deze is een poster? Wel toch? Ah, hier zit hij. Heel even achter de schermen ben ik al deze een beetje los aan het peuteren. Anders stoot ik hem tegen de camera aan. Heel voorzichtig. Hier hebben we de Pokémon Sun en... Oeh, verlichting. in ieder geval, hier hebben we dus de Pokémon Sun en Moon artwork voor de Pokémon Sun Box. Ik vind hem heel erg mooi. Ik denk dat ik die echt aan de muur ga hangen gewoon als decoratie. Dus ik vind ze echt zelf heel erg mooi. Nou, in ieder geval, met dat gedaan te hebben... Voordat we gaan beginnen, er is nog 1 klein dingetje wat ik even apart had gelegd. Waar zijn ze? Namelijk niks minder dan de Espeon en Umbreon
EX-kaarten. Ik heb deze al een tijdje. Maar gewoon wil ik ze bij me hebben voor het goede geluk. Dus ze komen mooi boven in de hoek te liggen. Deze zijn dus niet gepoeld. Maar voor extra goed geluk hoop ik dus dat wij dus een Espion en Imbrion te maken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nerveus. Want ik hoop echt, ik wil echt die kaarten doorgaan hebben. Maar goed, laten we dan maar gewoon met de eerste paar pakjes gaan beginnen. En laten we maar hopen op het goede geluk dat we gaan krijgen. Nou, ik heb trouwens wel leuk nieuws. Met deze pakjes is het namelijk wel zo dat op het moment dat we de kaarten doen. Hier moet je 1, 2, 3, 4 geloof ik. Tenminste, ik hoop het. En anders is het eerste pakje gewoon fout. Omdat hier zitten 11 kaarten in. En de eerste is, als het goed is, een energiekaart. Dus vandaar dat je bij deze echt 4 pakjes moet gaan doen. Nou, laten we maar beginnen met een hele mooie Fairy Energy. Big Malasada is een full heal met 20 HP recovery. Dit is een middelvinger. Stevie is al claimed. Nee, niet Steen. Nee. 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 Gewoon nee. Oké, we hebben Poliwhirl. We hebben... Oh, jullie horen mij nou voor het eerst Pokémon Sun & Moon namen uitspreken. Dat wordt grappig. Een Pikipek. Spearow. Formantis. Morlow. Hoe moet ik dit uitspreken? Even zeg serieus, sorry. Skarmory. Ik ben blij dat we die ook nog hebben. Een Litten. Ja, die vind ik op zich wel mooi. En dat is Reverse Holo. En Butterfree. Nou, oké. Het eerste pakje geeft nog niet echt zo'n geluk. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben nog 7 pakjes hier. En 3 pakjes als bonus. Dus alle hoop is nog niet los. Repeatball gaat aan de kant. We willen niet kaartjes beschadigen, hè. Ik heb een repeatball daarachter liggen namelijk. Dus goed, volgende pakje. Volgende pakje meer geluk. Gaan we voor. Tenminste, dat lijkt mij wel gewoon het beste om dat te doen. Dus hoppakee. Dan doen we deze zo. 1, 2, 3, 4. En we beginnen met een Foreshadow, zou het zijn? Seize Energy. Oké, Alolan Persian, ofwel een Dark-type Persian. Hurrier, nou ik had liever Stoutland. Een Wishiwashi. Alolan Diglett met zijn haar. Dupider. Alolan Meowth. Growlithe. Roggenrola. Reverse Holo Kangaskhan. En damn, die ziet er nice uit. En... Is het hem? We hebben een Solgaleo GX. Yay, I guess. Oké, het is een awesome kaart. Laten we eerlijk wezen. Volgens mij is dit... Ik ben hem nog niet tegengekomen in het spel. Solburst. Ik denk dat dit de Legendary is van de Sun editie. En de Moon was die andere. Hij ziet er zeker heel erg mooi uit. Dat wel, maar... Ja, oké, ik ben enthousiast. Oké, het is mijn eerste GX-kaart. Yay! Jullie, dat jij ook voor de gek. Jullie horen mijn disappointment in mijn stem. En even kijken wat hij trouwens kan. Dat is altijd wel leuk. Ultra rood. Once during your turn, before you attack, you may switch your active Pokémon with one of your bench. Oftewel, gratis switch. Sunsteel Strike. Discard alle energies van this Pokémon. En dan doet hij 230. En dat is een GX-aanval. Search your deck for up to 5 energy cards and attach them to the Pokémon in any way you like. Dat is overpowered voor 1 energie. Maar ja, vergeet niet, het is een stage 2 evolutie. Het werkt niet echt hetzelfde als EX-Pokémon. Dus, maar goed, we leggen hem op de bench neer. En ja, we hebben nou een GX te pakken gekregen. Dus laten we blij wezen. Yay! Ah, wie ook voor. Oké, nou, in ieder geval, op naar de volgende kaart. Ik bedoel serieus, waarom ook niet? Zo. Ik moet zeggen zelf, ik weet niet of jullie het ondertussen wel weten, maar Espeon, Umbreon, alle evoluties, dat is bij mij heel erg speciaal geworden sinds Pokémon Gold en Silver. Dus eigenlijk best wel leuk. Ik zal trouwens weer die naampjes even voornoemen, want dat is juist het leuke van deze video. Een Grubbin, Drowsy, Reverse Holo for Mantis en Golduck. Jee. Oké. Geen paniek. We hebben nog dat pakjes te gaan. Ik bedoel, we hebben er nou 3 gehad. Er is nog 5 te gaan, dacht ik zo. Waarom ook niet? Heel een first kit, maar het gaat er al eventjes over deze eventjes weg te scoopen. 1, 2, 3, 4. Nogmaals, alle codes die in beeld zullen geflasht worden. Ja, helaas, sorry, die zijn nog geredeemd. Daar zijn jullie van op de hoogte op het moment. Oké, Foreshadowing Dark Energy. Oké, we gaan er gewoon voor. Pelipper. Een Experience Share. Hij is weer terug. Alolan Raticate. Surskit. Een Growlithe. Een Crabowler?
Crabrawler. Crabrawler. Ik kan het niet uitspreken, maar goed. Marini. Zal wel. Rock'n'Rolla. Reverse Holo Pokémon Catcher. Deze die is ook weer terug. En niet echt veel waren er fan van. Het is eigenlijk lijstandig als Pokémon kaart, alleen om je een munt opgooien. Dus, en, oké. Masquerain. Ik had eigenlijk gehoopt op weer een GX. Ik bedoel serieus. Oké, we zitten nu op de helft. Zeg ik dat goed? Ja, we zitten op de helft. Dus laat de goede kaarten nou maar komen. Laat de goede kaarten maar komen. Ik bedoel serieus. Wij willen goede kaarten zien. Wij willen Espeon en Umbreon GX willen we zien. Dus zo, die gaat daar naartoe. 1, 2, 3. Nee, wacht. 4. Dit is de energiekaart, niet vergeten. Oké, ik zie een waterenergie. Rotomdex. Nestbal. Die is eigenlijk ook heel erg goed. Een Dartrix, dat is van de starter. Popplio. Weer een Growlithe. Gribbon. Zubat. Torkoil. Reversed Holo Metapod. En Toxapex. Oké, het is een Hello Rare. Op zich best wel mooi. Dus nice, nice. We gaan gelijk door. Zit me niet zo aan te staren, je bent een hele mooie EX, wees er blij mee. Goed, nou, hier zit hij. Ga weg, hoekje, ga weg. Ga mijn GX-kaart niet lopen vervelen. Oké, 1, 2, 3, 4, hoppakee. Hartstikke gezellig. Oké, vuurenergie. Wishiwashi. Hou. Dartrix. Poliwag. Sandygast. Eevee! We hebben een eerste Eevee! Die komt zeker op de bench! Hi Eevee! Al mag ik zeggen... Ja, jij krijgt gewoon eventjes screentime. Al moet ik wel zeggen tot de Eevee... de art... we hebben betere arts gehad. Ik moet ze eerlijk zeggen, ik vind hem gaaf. Ik vind hem gaaf. We hebben een Eevee. Is dat een voorteken? Eevee, kom nog even gezellig bij de evoluties daar liggen, zo. Zo. Schrijf hem maar een klein beetje aan de kant. Maakt niet uit. Schrijf maar aan de kant. Maakt niet uit. Goed. We gaan verder met Crabrawler. Marini. Reverse Holo Great Ball. Heel erg mooi. En een Primarina. Oké. Geen probleem. Zo. Twee pakjes nog over. Van deze booster zetten we nu dus op het moment hebben. Oké, ik schrijf even dit zo. Ik moet zeggen, ik wil al beter mijn kaartjes openen. Yay, ik word beter. 1, 2, 3, 4. Zo. Oké. Lieve energie, Ultra Ball. Team Skullgrunt, wat doet hij eigenlijk? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Your opponents reveal their hand, discard 2 energy cards from it. Oké, dus dat is best wel gemeen deze eigenlijk. Die zou ik niet graag tegen me willen hebben. Oké, we hebben een Pinsir, we hebben een Rowlet, we hebben een Drowsy, we hebben een Cutiefly, Makuhita, een Schnabel, en nog een... Wacht. Makuhita en Reverse Holo Makuhita. Ik vind het grappig. En wij hebben... Nee, ik ga het niet zeggen dat Parasect ook al is. Nee. Daar ben ik echt... Nee. Je was bij Generations, was je al zo pijn in de neus. Goed, laatste pakje. Espeon, jij hebt hier naar zitten te kijken. Dus dan moet hier gewoon een Espeon GX in zitten. Ik bedoel, serieus, jij wees deze aan. En dan zei ik net dat het mij weer soepel gaat. En aan de andere kant gaat het dan weer wel soepel. Ik moet gewoon een goede hoek vinden. Sorry, Rebe, ik doe mijn best. Oké. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, glaasje bier. Tenminste, als je ouder bent dan achter. Maar niet goed, in ieder geval, we hebben Fighting Energy, Rare Candy, Araquanid? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een Spinda, sommige die ken ik weer wel natuurlijk. En natuurlijk Alolan Rattata, Chinchou, Paris, Poliwag, Dewpider, Reversed Holo Sandile. En een Alolan Mug. Yay. Goed, we gaan over naar de bonus round. Ik moet zeggen, dit is een... teleurstellende doos. Een hele teleurstellende doos. Oké, we hebben wel een 2 van deze te pakken gekregen, maar... 1 GX in de trainerbox? Damn! Oké, in ieder geval, die gaat naar de stapel toe. En zoals ik al zei, we hebben nog een bonus round te doen. Dus ik ga deze heel eventjes ook voor de camera eventjes openmaken.
Hopelijk dat de kaart... Oh, ik haat deze verpakkingen zo erg, hè. Even voorzichtig hier in het hoekje dan. Ja, en het hoekje zit hier goed. Oké. Okay. Serieus, ik haat deze verpakking. Ik ben altijd zo bang dat ik dan de promokaart namelijk beschadig. Oké, okay, heel voorzichtig pakken wij hier dit zo. Ik weet niet of hier een manier voor is hoor, jongens, maar... Zo. Eén booster alvast. Het zijn er nog drie. Dus we gaan een beetje over in overtime. Hopelijk dat hier wel goede dingen in zitten. Nogmaals, codes, ja, je ziet hem hier nou in beeld. Maar ja, die is natuurlijk al geredeemd. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dit is de promokaart die ik hier heb te pakken gekregen. Het is Litten. Met Collect en Scratch. Hartstikke leuk. En nou is het natuurlijk de vraag... Oh ja, er zit hier ook trouwens een Pikachu-munt in. Mag ik wel even de Pikachu-munt? Ik wil de Pikachu-munt. De Pikachu-munt. Ik wil nog steeds een Eevee-munt eigenlijk. Dat zou wel leuk zijn. Ha, je ziet de camera en de reflectie van Pikachu. Nou, wat leuk. Oké, nou weet je wat? Leggen we die Pikachu-munt er ook even bij. Zo. En natuurlijk de laatste pack die hier nog bij hoort te zitten. Dat is de deze. En dat mag weer op dadelijk de weggooistapel. Goed. Drie pakjes nog. Als een soort van bonus. Laten we maar beginnen. Oké, als die kan niet goed lekker wil gaan werken, dan pakken we gewoon deze kant. Is het altijd de onderkant? Volgens mij is het altijd de onderkant. Ik ga gewoon altijd de onderkant pakken. Ik denk dat dat het beste is. Goed. 1, 2, 3, 4. En here we go. Fairy-type energie. Team Skullgrunt. Poison Barb. Charjabug? Charjabug? Piggyback. Spearow. Formantis. Ik ga het nog niet eens proberen te spreken, want echt serieus. Skarmory en weer die Parasect Reverse Hollow. Dat is altijd een bad foreshadowing en een Tuka-kanon. Oké. I see where this is going. En ik zei dat ik de onderkant moest pakken. Moet ik ook wel de hele tijd de onderkant pakken. Misschien kan ik die kaartjes dan maar even omdraaien. Ik kom gelijk goed door te reageren, anders niet. Nou, wij pakken even de code eruit en daar gaan we. 1, 2, 3, 4, hoppakee, draaien we hem weer om. Psychic Energy. Steenie. Poliwhirl. Breon. Alolan Diglett. Dratini. Sandygast. Formantis. Reversed Hollow Bonus Suite. En een Hollow... Shinotic. Yay. Geweldig. We hebben een GX. Yay. Nogmaals. Het allergrootste nadeel is ook nog eens een keer een staaltype. En ik heb totaal geen staaltype deck. Of nog niet eens kaarten om een staaltype deck mee te pakken. Dus deze die gaat wel heel erg lastig open. More that you know. Zo, waarom ook niet. Oké, wij gaan eventjes omhoog draaien. 1, 2, 3, 4, kom op. Dit is de laatste redding die we kunnen hebben. Ik bedoel, dit is zo teleurstellend. Dit is zo teleurstellend tot nu toe. Darkness Energie. How is het met jou? Dartrix. Pokeball. Skarmory. Kom op jongens, dit is de laatste pakket. We gaan het nou spannend maken. Caterpie. Sandygast. Rung'n'Roller. Cosmog. Reversed Hollow, Vigavolt en Cloyster. Dus we hebben eens die extra pakken gekregen en ja. Deze die mogen gewoon bij mij even op de bench. Espeon, het is geen goeie geworden. Nou ja, we hebben Solgaleo GX. En ik moet zeggen, ik weet niet wat normaal gesproken de finding rate is van Sun and Moon. Dit is mijn eerste Sun and Moon die ik heb gevonden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is behoorlijk. Want dit is extreem teleurstellend voor mij. Dus... Een maart gaat hopelijk echt... Nou ja, trouwens, dat gaat gewoon zoveel gezelligheid brengen. Dus dat wordt gewoon gezellig. Laten we daarvan op uitgaan. Maar goed, ik ben blij met de Eevee die we hebben gevonden. Dit is mijn... Dit is... Ik bedoel, we hebben nog maar één Eevee zelfs gevonden. Eén Eevee! Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval...
Zit jouw favoriete kaart hier tussen? Wat vind jij van deze GX? Ik ken hem nog niet eens uitspreken. Soldier, Leo, hoe dat hij ook heet. Laat het weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Tot ziens. Doei! Oké, nou, we gaan er toch nog even in een kleine special in gooien. Alleen, dit ga ik niet alleen doen. Nee, ik ben er ook bij. Nu mee, Erik. Damn, dit is zo not fair! Ja, je hebt het gezien, Erik. Oh. Ik baal echt als een stekker. Maar goed, de codes waar ik elke keer over zeg van ja, ze worden al geredeemd. Dit is Pokémon Trading Card Online. Nou, zoals je al kan zien, ik heb hier al de codes ingevoerd. Waardoor dat ik tussen Dexbox en de sleeves hier dan ook nog een keertje kan krijgen. Nou, dan krijg je dus zeg maar zo de boostboxen of de boosterpakjes krijg je dan zo. En dan krijg je ook de specials krijg je ook. Dus in totaal heb ik dus zo'n 11 pakjes nu online te openen. Dus ja. Oh, en mijn face. Hi! Dit gebruik ik om. Ik heb een Eevee-shirt zelfs aan, jongens. Ik denk, yeah. Goed, wij gaan gewoon eventjes naar onze collectie toe. En ik kan jullie al vertellen, ja, hier heb ik een Espeon GX heb ik al op. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet meer wil hebben. Ik wil ze meer hebben. Ik bedoel, serieus. Na deze... Erik, film het hier even in. Want... Hij wil gewoon zo graag nog een Espeon en een Umbreon. Dus laten we het eerst openen. Ja. Oké, nou dit is dus heel erg simpel. Hier hoef ik dus niet moeilijk te doen met het pakje te openen. Een vier van voren naar achteren en links naar rechts. Hier doet hij het automatisch. Maar hij houdt het wel spannend door de laatste kaart klikkable te maken. Ja. En we hebben gelijk een GX. Gelijk. Oké, het is niet de GX die ik zoek, maar Gumshoes. Serieus, is dit nou in één keer Phoenix Wright geworden? Ik denk het. Wat kan die eigenlijk? This attack does 15 more damage times the amount of energy attached to your Pokémon's... Die kan gemeen zijn, die GX. Ah. Ja. In ieder geval, we gaan gelijk door. Openen er nog eentje. We gaan gewoon eventjes snel er doorheen, want anders wordt het wel een hele lange video voor jullie. Eevee! En? Ah, dat... Ik haat jou. Jij bent de definitie van haat geworden in de Sun and Moon. Serieus. Waarom haat ik hem? Dat had namelijk een Espeon of Umbreon kunnen zijn, maar dat was het niet. In de unboxing. Maar we hebben Eevee. Ik heb Eevee ook nog maar. Ik moet niet eens uitzien ook. Yay. Nou, hier zou Gregory heel blij mee zijn. Nou, je hebt in ieder geval zand. Zand! Oké, nou, in ieder geval gaan we... Ik hoop in ieder geval wel mee... Oeh. Deze die wou ik eigenlijk ook hebben in Reverse Hollow, omdat ik die Litten heb, maar ja, die zat er dus ook niet in. Nou, we zitten bijna op de helft. Dit gaat een stukje sneller, dus don't worry en alles. Het is online. Maar ja, zo werkt dat dus. En zo werkt dat dus ook met die... Oeh! Maar die heb ik alleen op online. Maar ja, we hebben dus met online hebben we al twee GX'en. Zo kan het dus ook reality. Yep. Maar nog steeds niet degene die we zoeken. We hebben nog wat pakjes te gaan. Daarom. Ik moet zeggen, ik vind hem wel heel erg mooi. Ik zal hem daar ook nog heel eventjes erbij pakken. Om te laten zien hoe dat hij eruit hoort te zien. 3 GX's. Damn. Nou, ja, trouwens. We gaan dadelijk gewoon daar even al die GX'en heen. Dus de enige die... Ik weet welke dat we wel hebben. Welke we niet hebben. Ik weet welke 3 dat we hebben gekregen. Dus maak je daar geen zorgen over. Maar gewoon 3 GX's al. Wow. Had dit niet even reversed kunnen zijn of zo? Dan was deze video zoveel beter. Eevee! Oh, Eevee! Het is niet zo moeilijk! Waarom zit Muk de hele tijd bij Eevee? Eevee! Nee, geen Muk. Nee. Geen. Eevee? Het is in ieder geval geen Muk. Nou, we hebben nog 3 pakjes te gaan. Oh, Crushing Hammer, ja trouwens, die is ook weer terug. Yay. Ik kon dit het was een beest die ik bijna niet kon uitspreken, maar goed. En? Oh, nou hebben we de gewone versie. Dus je hebt een GX en je hebt de gewone versie. Ah, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik vind die energiekaarten vind ik wel heel erg mooi. Oh, we hebben er weer 2 en wat is dit? A Bottle of Repel!
Ah, die kan ik altijd zo goed gebruiken. Behalve dat Zubat ze altijd afpakt. Wacht eventjes, dit is gewoon een Lysander item voor hem? Zonder coinflip? Ja. Nou, het punt is hier, je mag de tegenstander zelf kiezen welke Pokémon. En toch nog heel gevaarlijk als je mij vraagt. Het is zeker heel gevaarlijk. Oké, dit is het laatste pakje volgens mij. Ah, nog een Repel. Nou, oké. Helaas geen Espeon of Umbreon. Nog steeds zo. Ja. Maar drie GX'en, serieus. Ik zal heel eventjes met jullie naar de GX'en gaan die we dus te pakken hebben gekregen. Ga ik gewoon heel even naar mijn Pokémon kaarten. Dan typ ik gewoon in GX. Kijk, nou deze, die hebben wij niet gekregen. Die had ik al via een pakje via online zelf. Deze daarentegen. Die heb ik uit een tournament gewonnen. En die is geweldig. Maar goed, die heb ik dus ook niet gekregen. Maar hier waren we naar op zoek. Ja. Nou, deze die hebben we dus wel te pakken gekregen. Search your premises once during a turn before you attack. You may have your opponent reveal their hand. Die kan heel gemeen zijn in combinatie met kaarten. Zoals we hebben gezien, de Team Skullgrunt kan deze heel gemeen mee zijn. Dus let erop, daar kunnen ze hele leuke combinaties mee maken. Deze, nou zoals jullie al zien, ik heb er twee. Dus ik zou er eentje kunnen ruilen. Want ja, deze heb je niet echt twee nodig. Deze is extreem sterk. Ik gebruik hem ook in mijn online psychisch deck. Dan kun je dus energie transferen van de ene Pokémon naar de andere. Net zoals wat je kon met Golduck Break. Dat kun je met deze ook doen, maar dan met psychisch. Is heel gevaarlijk, ja. Met 4 energie kan hij 120 damage doen. En de Pokémon kan niet geheeld worden in de volgende beurt. En met 3 energie kun je de Special GX aanval doen die je maar één keer in het spel mag gebruiken. En dan kun je gewoon een Pokémon knock-out slaan als het maar geen GX Pokémon is. Ja, je kunt hier een EX Pokémon mee knock-out slaan. Gewoon, poef, je bent knock-out. Geef mij 2 prijzen. Dat is heel extreem. Als ik echt had moeten kiezen tussen deze en die kaart die wij hebben gehad. Die wij dus niet online hebben, maar in reality. Had ik liever deze gehad. Maar goed. Dan had je de Pokémon Moonbox moeten kopen. Deze die hebben we niet gehad. Deze die heb ik ook gewoon uit een pakje gekregen die ik gekocht heb met coins. Dus die is ook niet echt heel erg boeiend. Deze daarentegen, die heb ik zelf ook nog niet gezien. En die ziet er ook best wel leuk uit als een water. Maar even kijken wat die kan. 2 energie. This attack does 20 more damage times the amount of water energy attached to your Pokémon. Oftewel een beetje dezelfde aanval die Lapras had. Ja. Voor elke waterenergie die deze dus heeft, doet die aanval 20 meer. En voor 4 energie, discard an energy from your opponent's active Pokémon en 120 damage. Dat is veel. En dan heb je natuurlijk ook nog de GX aanval. Grand Echo GX. Heal all damage from all of your Pokémon. Het is niet echt de meest geweldige, maar... Nou, dan zou ik jullie heel eventjes laten zien waarom dat Espeon zeker al geweldig is. We hebben hem niet getrokken, maar dat zou ik zeker laten zien. Daarmee maak je geen zorgen, daarmee gaan we de video afsluiten. Want ja, sluiten we toch nog af met Espeon. Yay! Espeon GX. Je moet trouwens een GX kaart, dat werkt niet als een EX. Je moet je Pokémon wel evolueren in een GX. Dus als ik een Eevee heb en ik geef hem een psychische energie, dan pas zou deze kaart tevoorschijn kunnen komen. Het is niet zo dat ik met Espeon EX hem gelijk neer mag leggen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Psybeam. 1 energiekaartje, 30 schade en de Pokémon is confused. Heel gemeen. Psychic. Heel gemeen. Doet 60 damage plus 30 per energie die jouw tegenstander heeft. Dit kan enorm oplopen. En dan de GX aanval. Divide GX met 3 energiekaarten. 10 damage counters mag je op je opponent's Pokémon leggen in elke manier die je maar wil. Dus heeft jouw Pokémon of heeft jouw tegenstander echt een full bench en 1 actief Pokémon, dan heb je 6 Pokémon waar je over mag kiezen waar dat jij damage op wil geven tot een max van 100. Ja, verdeeld. Dus... dat is heel gevaarlijk. Ja, nogmaals, vergeet niet, GX aanvallen mag je maar 1 keer per spel gebruiken. Maar goed, in ieder geval met dat uitgelekt te hebben. Dit hebben we online gekregen en ik moet zeggen, online was hij vele malen beter als wat we... Wij hebben 1 GX gekregen. Ja, het is een legendary, maar die hebben we ook online gekregen. En dan nog wel de betere variant. Ja, en ook met de hoeveelheid Eevees. 1 Eevee fysiek, een hele hoop online. Yep. Oh, trouwens, er zit wel een verschil tussen deze Eevee. De energie-evolutie is nog exact hetzelfde gebleven. Energietje eronder en hij mag evolueren.
Alleen de aanval is veranderd. Dus heb je toevallig nog... Ik heb ze liggen natuurlijk, maar ik... Hier, ik heb gewoon 4 al. Volgens mij hadden we er ook 4 getrokken. Maar even kijken, want deze die had ook... Heb je deze toevallig nog liggen? Ja, die mag helaas nog steeds niet gebruikt worden in standard. Jammer. Want de onderste aanval is anders. Al moet ik wel zeggen dat een kaartentrekker prettiger is dan maar 10 damage. Is ook inderdaad. Alleen, ja, ze hebben ook allebei even... Deze heeft ook tot 10 HP zelfs meer. En heeft ook minder energie nodig voor die... Ja, dus op zich, het is inderdaad wel een betere kaart, maar qua art vind ik deze nog wel een beetje mooier dan deze. Maar ja. Ik vind hem wel awesome. Ja. Dus volgens mij is hij boos op mij en daarom kijkt hij zo. Maar goed, ik dank jullie voor kijken. Mocht je nou nog wat vragen hebben over online, laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, wil je misschien een keertje een livestream zien tot we online matches doen. Laat het zeker weten wat jullie ideeën zijn over online. Maar ik wou jullie zeker met deze bad poll. Ik vind het echt, persoonlijk, ik vind het een bad poll. Met 11 pakjes, maar 1 GX is een bad poll. In mijn ogen. Mocht ik daar ook mijn fout mee zitten, laat het weten in de reacties. Maar laat jullie mening weten wat jullie vinden over, over online. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende video. Ik heb eigenlijk al een afsluiting gedaan en dit is gewoon extended time. Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken van de extended time dan. En tot de volgende video. Erik, bedankt dat je erbij was. Geen probleem. Doei. Doei. Serieus, de volgende keer. Bij René zal ik ze vinden. Hehehehe